iemand die een bom draagt of heeft en waarschijnlijk die bom wilt plaatsen ergens. Ik wil je handen zien. Handen laten zien. Dan gaat iemand proberen iemand te vermoorden. Een assassin is een huurmoordenaar. Dus je gaat iemand proberen om te leggen. En dat gaan wij natuurlijk voorkomen. Dikke BMW, dat kun je wel zeggen Hilda. Dat heeft zij heel mooi gezegd, want kijk eens naar deze dikke BMW jongens. Van Sys Games. Ja, super vet ding. Ik mag hem gebruiken. Wil je hem ook gebruiken? Moet je geloof ik Patreon zijn of Patreon, weet ik veel hoe dat heet. Bij Sys Games op zijn Discord. Kun je die checken. En voordat we beginnen moet ik wel even iets kwijt, want ik heb altijd wel iets te zeiken. Ja, ik weet het. Maar jullie hebben ook altijd iets te zeiken. Namelijk, als er... Soms doe ik dingen en dan zeg ik het zelfs nog. En dan komt het toch in de reacties weer 100 keer voorbij tot het niet klopt. Zoals deze video, begin ik daar dan meteen mee. Van, hé, we gaan met z'n viertjes dadelijk in deze BMW zitten. Ik weet tot heel het DSI-AT gebeuren heeft een eigen auto. Dus je rijdt alleen. Dat weet ik. Maar toch gaan wij lekker gewoon met z'n allen in deze dikke BMW zitten. En jij gaat gewoon instappen. Man. Kijk, hun stappen we continu uit. Dat is vreselijk irritant. Anders gaan we met z'n... met z'n tweetjes verder. Nu stappen ze tegelijkertijd. Oké, top. We gaan in ieder geval rijden. Er reed net een gestolen voertuig voorbij. Die kunnen we net zo goed even klem zetten. Natuurlijk. Maar om het te beginnen. Klopt dus tot ik inderdaad, tot we niet met z'n in het echt met z'n viertjes horen te rijden. Normaal rijden dus alleen. En het klopt ook dat ik een ander uniform aan heb. Later meer daarover. Het klopt ook dat wij natuurlijk geen gestolen voertuig aan de kant zetten. En het klopt ook dat we geloof ik alweer verkeerd rijden. En dat we hier rechts geen gestolen voertuig aantreffen. Ja, helemaal goed. Nou, top. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon van alles wat aannemen. Hier probeert iemand gewoon... iemand te verkrachten, ja dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, dus die gaan we eens heel snel pakken. Over mijn uniform, want jullie daar koninklijke marechaussee erbij staan. Daisy is natuurlijk een heel ruim begrip en je hebt de BSB en het AT en dat soort dingen. Ik weet er helemaal niks van zelf. Wat ik wel weet is dat ik het uniform zelf wel leuk uit zou zien. Het enige verschil is dat ik dan het EJP gebruik en mijn collega's, drie collega's, gebruiken het, hoe heet dat? Gebeuren hoe heet dat, het gewone NPC uniform. Goedendag mevrouw, blijf even staan, ik heb geen zin om in ieder geval, dus vind, zeggen jullie van de volgende keer wil je moet ik ook weer die uniform wat mijn collega's aan hebben, dan moet jullie maar even laten weten. Zeggen jullie, je moet de volgende keer, of je moet, niks moet, want ik krijg ook altijd, je moet dit, je moet dat, kan ik de volgende keer beter deze pakken, wat hun hebben, of zeggen jullie toch gewoon het EP-menu, wat ik nu gebruik, pakken. Nou, laat het maar even weten in de comments. Voor nu rijd ik gewoon lekker met deze. En mijn collega's stappen we verder. Verdachte is in zicht en ik ben helemaal klaar met deze twee collega's. Oh, nu gaat het toevallig net goed. Maar als ze dadelijk weer in en uitstappen, dan laat ik ze gewoon staan. We gaan verdachte dus klem zetten en meteen aanhouden. En ja, dat. Want hij is gevaarlijk en stout. Want dat mag niet wat hij doet. Die auto denkt ook waar. Die dikke BMW hier. Dikke BMW! Opeens tegen het verkeer aan. Of tegen verkeer in aangereden. Maar wij mogen dat. Joehoe!
weten welke het is, zo te zien de zwarte. En we zetten meteen klem en mijn collega's stappen al uit en we pakken hem met het Glock. Uitstappen, handen omhoog, hey, uitstappen en handen omhoog. Kom op, geen rare dingen doen. Heel goed Pikkie. Toppie man, uitstappen, handen omhoog zeg ik. Zitten blijven. Wapens bergen, verdachte. Aangehouden, zit er nog iemand in het voertuig? Dat hebben mijn collega's natuurlijk al lang gecontroleerd. Oh, ik zei eenmaal aanhouding, verdachte. Oh. Dus, ga met ons mee. Hey, luister, jij gaat gewoon je smoel dicht houden. Ik ga je fouilleren, heb je dingen waar je niet bij mag hebben. Normaal krijg je dan zo'n ding op, hè. Zo'n, vuurwapen had hij bijna. Het is goed dat we hem... Oh, ja, oké. Goed dat we hem gewoon direct hadden klem gezet en geen kans hadden gekregen. Gegeven. Zetten hem in de auto. En we gaan hem. Je little dick. That shit ain't real. En we gaan gewoon met z'n drieën verder en één collega blijft hier lekker achter en die doet ook zorgen voor die auto. En de rest zoekt het zich maar uit. Zo, doei. Oh, nou wacht niet. Nu gaat het weer helemaal fout. Instappen, instappen. Heel goed man. Oh, dit gaat weer helemaal fout. En we gaan gewoon lekker met vrijstelling snel naar die politie. Naar dat politiebureau. Hebben we een platte band? Gaan we daarna het volgende boefje in een klem zetten, aanhouden, neerschieten. Wat je allemaal kunt met het AT. Daisy, ongelooflijk. Maar we doen het gewoon allemaal, ja. Oh, en hij hangt vast of hij... we dragen de patiënt, wil ik weer zeggen. De verdachte gewoon over naar een andere collega puur, zodat wij lekker door kunnen. Luister boys, ik heb toch ingesteld dat jullie gewoon lekker blijven staan en zitten als ik dat zeg. Nou, demonstratie is natuurlijk niks voor het AT. Ga je het alsjeblieft prio 2? Hoi. We gaan gewoon eens luisteren wat we allemaal op de... Heel op de snelweg. Voor de gedaan zijn is hij heel super ver weg. Iemand die een bom draagt of heeft en waarschijnlijk die bom wilt plaatsen ergens. Dus daar gaan we met prio 1 naartoe. Zonder sirene, anders valt het op. Oh. Ik geloof dat deze melding anders in elkaar zit dan dat we nu denken. Maar we gaan geen risico nemen. Hij heeft een bom vast. Hoi, hoi, stoppen. Ik wil je handen zien. Handen laten zien. Of in ieder geval, ik zie je handen, maar gewoon. Zo blijven staan. Geen rare dingen doen. Ik zeg van, hey, hoe gaat het meneer, alles goed? Hij zegt, nou niet zo goed, ik heb een bom namelijk in mijn handen. Wat ga je doen met die bom? Ik heb hem gevonden en ik wil hem graag naar het politiebureau brengen. Ja, leg hem vooral daarop eens neer. Dankjewel. Mevrouw, vuurlijnen zeg maar, of boeit u dat allemaal niks? Oké, luister. Ik ga je meenemen naar het politiebureau. LSPD, don't make me shoot you! Ik kon nog steeds geen rare dingen zien. Omdraaien, blijf zo maar zitten anders.
Ja, oké. Okay. Voor de zekerheid. Ik snap het verhaal, maar ja, als je denkt van shit, de politie is er. Dan kunnen we net zo goed... dan kan ik... Stel de politie komt en jij loopt dan met een vuurwapen. En jij zegt, ik heb deze gevonden, ik ga hem nu naar de politie voorbrengen. Terwijl je net iets wilde gaan doen met een vuurwapen. Ja, lekker slim. Dan heb je en je vingerafdrukken erop staan en zo. En je kunt ook nog daarmee wegkomen misschien. Dus ik neem hem gewoon mee. Alsof hij dus echt die bom heeft gebruikt en er iets mee van plan was. Het is natuurlijk een beetje onlogisch om te zeggen van... Je gaat een heel gesprek met hem aan. Ik deed natuurlijk PTGV alles. En ik heb een transportje vrij, ik weet niet waarom. Ik heb hem gefouilleerd en hij had een vuurwapen en nog meer bommen bij zich. Ja vriend, dit valt hem. En een mes, een machete. Zo'n groot steekmes, zwaardachtig iets. Dus val een beetje op, hè, kameraad. Hoi. Hallo. Hij gaat in die T5 mee. En wij gaan door naar een mogelijke inbraak. Nou, daar komt deze niet voor. Dan kunnen we gewoon lang over... Rockford Hill. Rijdt u alsjeblieft prio 1. We gaan gewoon met z'n drietjes verder, want anders blijven ze instappen en uitstappen. 12:05, ik ben onderweg. Dakloze mensen, nou die vind ik nog ook niet zo interessant om te zeggen. Die gaan we eens met de AT aanvallen, of deze. Die is misschien wel leuk. Internationale boeven die we hebben, die zijn gespot via de ANPR-camera. Dus ze worden gewoon overal gezocht, laten we het daarop houden. Die gaan wij nu eens even klem zetten. Maar eerst kijken of we het voertuig aantreffen. Een opvallend voertuig zal er wel zijn. Waarschijnlijk die blauwe. Of die zwarte. Oh nee. Die. Maar eerst een tijdje observeren. Hij wilt hier namelijk naar rechts. Ja, is dit wel een perfect moment om klem te zetten. Of juist niet, want... Er rijdt heel veel verkeer hier. Stel er worden een schietpartij of een bom. Oh. Of er ontploft dadelijk iets. Ja, dan weet je ook wel hoe laat het is als er allemaal auto's omheen staan. Dus we gaan soepeltjes met het verkeer mee rijden. En we zoeken een plekje uit om deze auto dadelijk klem te zetten. Je zou maar zo iemand opeens in je spiegel kijken en wel dit soort, dit in je... in je spiegel zien, achter je rijden, 3 AT-mannen. Denk je ook van, oh shit. En als je weet dat je wordt gezocht. We gaan hem hier gewoon... Uitstappen. Handen omhoog. Oh, oeh, dat schrok. Ik dacht hij ging niet doen. Maar hij was gek genoeg mis. Ja, ik heb drugs dingen gezien en die heb ik nu ook al gepakt. Ah, je bent aangehouden. Je wordt nog gezocht namelijk. Overal waar je maar kunt kijken wordt jij gezocht. Dus je gaat met ons mee. Of in ieder geval gaat met niemand mee. Want ik heb een pakketje dus aangetroffen en we gaan nu de nul inhouden en dan gaan we meteen naar de rechtszaal. Of zoiets. Mist. Nou, hij wordt schuldig gevonden van gevaarlijk rijgedrag, vind ik overdreven. Resisting arrest vind ik ook overdreven. En drugs dealen, dat zal wel 18 jaar zijn. Yo. En ik heb al het dingen gevonden. Al de dingen die hij weggooide hebben we ook gevonden. Dus oftewel 1. Dus dat is mooi. En nu komen we terug bij onze dikke BMW en mijn collega staan. Dat is helemaal mooi. Oké, joejoe, en wat krijgen we? Unit 6, Lincoln 12. We've got a 503 in downtown Vinewood. Rijdt alsjeblieft prio 1. Proceed with caution. Oeh, die is ook leuk. Oh. Respond code 2. Er gaat iemand proberen iemand te vermoorden. Een assassin, is een huurmoordenaar. Dus je gaat iemand proberen om te leggen. En dat gaan wij natuurlijk voorkomen. Oh, wat doe ik nou, joh?
weet denk al waar die staat. Of niet? Nee, weet ik niet. Een andere plek zo te zien. Hij staat daar boven met een dikke sniper waarschijnlijk. Dat is wat wij gaan doen. We gaan heel rustig hier subtiel oversteken. Ik weet waar je hier omhoog moet. Nee, dat weet ik trouwens niet. Ik dacht altijd dat het hier was. Zal ook wel hier zijn. En dan gaan we die gasten eens even lekker aanpakken. Hier is een trapje. Neem onze heavy gear mee. Wat is dat dan, zul je afvragen? Geen idee. Deze. Natuurlijk ook rekenen mee houden dat als we hem neerknallen, dat hij niet meteen van het dak afvalt. We houden ook rekening mee tot er nog iemand op de wacht staat. Of dat er een booby trap ergens ligt. Dat is een val, doordat ik bijvoorbeeld tegen een draadje aanloop, dat ik dan ontplof. Maar dat zien we allemaal niet. Dan gaan we heel rustig naar boven. Kijken, links, rechts, joop, vrij. Daar staat hij. En eerst zorgen dat we en nog kunnen schuilen, dat vind ik nu in principe. Politie! Stop! Police! Met je handen zien. Nou, we gaan geen dekking zoeken. Want vanaf hierachter kunnen we niet schuilen. En het is te ver weg. Hey! Laat vallen! Police! Stop whatever the hell you're doing! Laat vallen! LSPD! Don't make me shoot you! Laat vallen die... Oh, hij schiet. Ik weet niet of hij nou op mij gericht schiet. You sorry piece of crap. Laat vallen! Hallo, doe eens meewerken, vriend! Waar ben je nou? Ja, dan moet je maar meewerken, kameraad. Het was wel echt 5 reten voor mijn skills. Ja, ik moet gewoon weer op schietcursus gaan. Ik merk het alweer. Maar in ieder geval, meldkamer. 1 verdachte uitgeschakeld, dodelijk vuur, want hij luisterde niet naar me. Je weet toch zelf, G. We gaan door naar onze dikke BMW wacht. Dikke BMW! Of terug. Ook perfecte melding voor ons. Rijdt alsjeblieft prio 1. Iemand die wordt gegijzeld. Oh ja, die zag ik niet. En die zag ik wel, maar ik kon niks. Of ja, ik ging voor onder rem in ieder geval. Hier rechts wordt iemand gegijzeld en dat gaan wij zeer subtiel oplossen. Heel professioneel ook. En hoe gaan we dat doen? Geen idee nog. Wat hebben we allemaal inmiddels? We pakken nu een stie. Politie, laat vallen. Nee, laat vallen. Ik ga niet weg. Jij laat het wapen gewoon vallen. Praat eens met me. Hallo. Hallo, luister eens. Luisteren, laat vallen. Gaan weg. Op knieën. En liggen, heel goed. Elke verdachte weging wordt geschoten. Vuurwapen in handen. Ik ben aangehouden. Oh. Een transportje voor deze beste mevrouw. Die gaat gewoon niet praten. En naar het politiebureau. En ja, vuurwapen hebben we uiteraard aangetroffen, logisch. Goed, ik vind het goed geweest voor vandaag. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het enigszins nog een leuke video vonden. Het was misschien een andere AT, Daisy, alles video die jullie gewend zijn van me. Maar ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Wat gaat dat zijn? Ik geloof met de brandweer, niet zo met de brandweer, maar dat zien we dan. Doei!